Hey. Ready or not, red, here I come. Red, you can't hide. Ja, die blonde is op. Jezus. Het is dezelfde schoen als de Blani. Van de Blani schoen. Ja. Nou, er zit wel, denk ik, voor Luc wat leuks tussen. Voor wie? Voor Luc. Ik wil ook één keer dat een wijf zegt wie vind je leuk, dat er dan Justin wordt genoemd en niet Bram. Volgens mij hebben we allemaal meiden. Oké. En we hebben op dit moment meer mannen, dus we kunnen wel weer een vrouw erbij gebruiken. Ik moet in huis vertellen, omdat ik denk dat ik mezelf op meerdere manieren kan presenteren naar de consument. Ja, muziek is echt mijn grote passie en House of Talent is daarvoor echt de kans om elke dag 24 uur gewoon met je carrière bezig te zijn. We gaan het zien. Spannend. Ik ben benieuwd. Ja. En dan is het zover. De auditanten mogen in de Vodafone Venue een gooi doen naar mogelijk een plek in het House of Talent. Emily. Yes. Is dit je artiestennaam of is dit je echte naam? Is mijn echte naam, is ook mijn artiestennaam. Wat doe jij allemaal in het dagelijks leven? Ik werk, maar ik ben voornamelijk ook gewoon bezig met muziek. Daarom ben ik hier. En ik werk ook als songwriter in producties van andere mensen en andere artiesten. Ik engineer ook voor andere artiesten, dus ik neem muziek op, ik mix het zelf af. Dus... Nou, ik weet genoeg. Yes, dankjewel. Ik ook, dank je. Die dus. En jullie mogen best mee dansen hoor. I'm in a boy that speaks from the remnant game. Make it sound so sweet when you say my name. I say, boy, you stop, bring it back. You can talk that talk, okay, play that thing. Play one on one with that sound. Ik ben wel heel benieuwd, waarom wil jij een House of Talent? Nou, het is zeg maar zo, ik ben vanaf jongs af aan eigenlijk al bezig met de muziek. Ik heb altijd een opleiding gedaan voor de muziek. Ik ben toen verder gegaan met de meidengroep, waar we mee hebben gedaan aan Hollands Got Talent en de X Factor UK. En nu ga ik dus alleen verder. Heb je het programma een beetje gevolgd? Ja, zeker. Je kent ook de groep, zeg maar, die club? Ja, zeker. Heb je een favoriet? Ruby, ze heeft dan die single geschreven met haar vriend. Wat er allemaal afspeelt, weet je, dat raakt me wel. Omdat ik zoiets heb, ik heb ook een relatie, weet je wel. Ik moet er misschien ook voor gaan om het achter te laten. Dat is wel echt, ja, dat is gewoon echt heel moeilijk. En als ik daar nu bij nadenk, kan ik zo eventjes... Maar goed, maar ja, weet je, je moet er... Je leeft maar één keer, je moet er alles uithalen wat erin zit. En, ja. Ik weet genoeg. Ik heb een hoop gehoord, dankjewel. Ja. Nou, dank jullie wel. Doei. Goed gedaan. Niet snel, hè? Nee. Is de partij zelfverzekerd? Een hele leuke meid. Nou, de vriend gaat dit niet leuk vinden, denk ik.